Oh, fijne mensen. Doei. Nee, grapje. Ben niet onder invloed. Ja, hier. Van mijn eigen groente, van mijn wiet. Nee. Poppetje, fijne mensen. Ik maak even toch een vlog, een korte. Omdat ik gisteren ook had verteld met het kleinkind van mijn zus en zo. Het gaat goed, gaat de goede kant op. Ze had gistermorgen, ze is wakker nou, uit de coma, kleine. En ze heeft gistermorgen voor het eerst een donutje gegeten. Dat is goed nieuws, gelukkig. Gisternacht niet geslapen, afgelopen wel nacht, gisternacht wel niet. Had ik een kaars aangestuurd, he, terwijl ik een ADS ben, maar goed. He. Kind van een jaar doe je dat wel nog. Even een krappertje geweest, met mijn vriend, mijn Irakese vriend Mario. Tref ik daar iemand van Indonesische afkomst. En die jongen kwam morgen ook en die maakte dus Indonesische muziek en die had een YouTube kanaal op TikTok. Maar die wist niet hoe het werkte en ik was snel klaar. Ik had vanmorgen gebeld, als ik Mario belde, ja, ik heb 3 uur komen. Dat is goed. Waarom wat 3, zei hij. Ik was om 2:30 daar, meteen aan de beurt. 10:50 was ik klaar. Maar ja, met die jongen heb ik die laten zien hoe dat werkt, met die top 9 van YouTube en noem maar op. Maar ja, komt die morgen met die nog een hoop niet begrijpen. En dan heb ik tegen hem gezegd, ik zeg, luister, als je 100.000 weergave van één filmpje hebt, verdien je in Nederland 1000 euro ongeveer van YouTube. Doen ze niet, ze manipuleren, ja, heb ik ook gezegd. Ik zeg, maar dan denk je wel aan mij. Want stel je voor, ze vinden die muziek in Indonesië mooi, dan heb je zo 100.000 weergave filmpjes. Ja, en dat op mijn kennis, zal ik maar zeggen. Want ik heb alles van dit, heb ik me de laatste 10 jaar, vanaf 2014, heb ik me allemaal zelf uit moeten zoeken, maar dan ook alles. Ik wist helemaal niks van die tering zo. Maar ja, dat gedaan dus. Heeft Floor me nog gebeld. Ze heeft vandaag een nieuwe leiding gekregen bij de lease. Ging goed met haar. Dus even met Gert-Jan, haar vriend ook, even gechat. En die stuurde me een bericht en ik dacht, het was Floor. Ik zeg, oh goed geliefd en dit en dat en zo. En bleek dat Gert-Jan zijn account was. Heet hij zo met de dingen. Ik zeg, je hoeft je niet te schamen. Ik hou ook van jou. Zegt hij, jij moet je schamen. Ja, leuk. Maar dus gaat het goed met het kleinkind van mijn zus. En wat wil ik nog vertellen? Ik weet niet meer. Oh, ik heb een paar leuke stickers. Kijk, deze. Die bonnen is straks. Oh ja, kijk dan even. Ik heb even een andere vlag erover gelegd. Kijk. Onze Bataafse vlag. Kijk, wat mooie stickers. Brengbaar. Ik weet nog niet waar ik ze wil. Ik zei toen straks hier over. Dan moet ik eigenlijk iemand op de rug plakken. Zo, wat eng een watje is. Stuk of 3 man bij die demo's. Nee, geintje. Maar ik vind er wel wat leuks voor wat ik die op plaat. Weet je, breekbaar, dat vond ik wel leuk. O ja, nog iets. Oh, trouwens, die huigplug, die blijft gewoon liggen. Hè? Die blijft gewoon straks ook in een filmpje zeggen dat hij voor de stem nog steeds is van Lisa en haar broer en zus. Terwijl hij heeft de kinderen in de steek gelaten van Team Lisa 2 keer. 1 keer toen ik vast zat, toen een vriendin die over de 70 is uit Almere heeft hem gevraagd toen ik vast zat voor een kopie van het dossier, want ik had het zo voor de rechter neergelegd. Ik wel, ik heb die bal om dat te doen. Hij is er nooit meer onderuit gekund. Wat zei Huigplug? Nee, dat doe ik niet. Ik kan mijn zaak schaden. Let wel, hem zijn zaak ging over dat Twitter-account. Dat was de tweede keer dat hij de kinderen van Team Lisa heeft laten vallen. De rechtbank in Rotterdam. Toen hadden ze het begin over zijn Twitter-account, daar begon hij over. Hij is hier naar beneden, is hier naar buiten gelopen en Marlies allemaal achter hem aan die gasten. En toen is de rechtszaak gewoon doorgegaan over die kinderen. He? Heeft hij de kinderen ook wel laten vallen, die viezerik. Die blijft liegen, die man eigenlijk. Maar dat moet ik zeggen. Ik heb op een van onze Facebook-kanalen, op de Bataafse Republiek geloof ik, moet ik even kijken, weet ik niet zeker. Dingen waar volgens mij. Een screenshot hier. Ja. Een filmpje van die honden gemaakt met China erbij. En Rusland en die kleine hond die betalen, dat is de NAVO. En dat is China en Rusland. Dat filmpje is dus 4 maart hebben we dat gepost. En geloof het of niet, het was vanmorgen 1030 keer gedeeld. En we zijn nou, dat was 11 uur vanmorgen, en we zijn nou, het is 3 uur nou. En niet dus. Maar goed, dus zijn we 30, 40, 15 uur verder.
Er zijn er weer 300 weergaven bij. Hij staat nu op 1279 keer gedeeld. Kijk dan. 255 keer likes en zo. En dan twee opmerkingen. Maar die opmerkingen zijn van mezelf. De eerste keer had ik gepost. 293 keer gedeeld, geloof ik. Dat is eigenlijk niet normaal dit. En nou net weer van hoe bizar. Als ik hier met dat filmpje geld had kunnen creëren bij Facebook. Dan zou ik geld krijgen. Want het is, ik geloof, 66.000 keer bekeken alleen al dat filmpje. Dus dat zou volgens de maatstaven van YouTube, zou ik dan een paar honderd euro kunnen beuren. Maar ja, zo werkt het niet bij Facebook natuurlijk. En ja, en dit, ik heb dat filmpje weer gevonden van de Pentagon. Waar je dus ziet dat het geen skutraket is. Het is geen skutraket in de Pentagon. Kijk, en dan hebben we twee filmpjes. Ja, dat is moeilijk te zien. Kijk, dan zie je dus hier. Zie dat witte, dit hier, dat witte, zie je? Dat zou dan dat vliegtuig zijn. En dat is ook het vliegtuig. En dat is geen skutraket. Dus ik had die foto's, ik had die filmpjes op Telegram gedeeld ook weer. Dan heb ik ook nog 188 man met één kanaal, 185 man. Ja, die andere drie kanalen, dat blijft hetzelfde. Maar hier, kijk, ze doen het nou als huisdier gebruiken, die honden en zo. Die kunnen alles, QR-codes en zo. Die hebben ze toch ook tijdens de lockdown in. Oh ja, hier, maanverband. Kijk hier, Mark Rutte zei, ongeveer een jaar geleden, ze gingen de minima, gingen ze dus, ja, dan doet hij dat maanverband, doet hij los en zo, even verder, dat de minima gratis maanverband kregen. En twee weken daarna krijg ik dit filmpje. Kijk, doet hij het met een lamp erop, die doet het niet, gaat hij het uit elkaar halen, en dan doet hij dat water op, dat maanverband. Dus net als met de jab doen. Kijk, doet hij het nat maken, dat ding. Ik zal het even doen, anders doen even ik. Kijk, gaat de lamp branden. Heeft hij het nat gemaakt? Daar zit grafeenoxide in. Nee, dat zit er niet in. Dat zit er niet in, grafeenoxide. En grafeenoxide, dat zit ook niet ergens anders in. Maar kijk, die lamp gaat dus branden van grafeenoxide in dingen. Dus, maar ik maak het niet te lang. Dus het gaat goed, mijn mensen. Ik ga even nog bijna een paar uur. Morgen komt die jongen. Ik moet verder met de balkon. Oh ja, ik heb de balkon heb ik gekregen gemaakt. We gaan ons eigen voer al zetten. Kijk, wanneer heb ik op dit toestel hier die foto. Oh ja, nog iets, hè. Delen gaan die filmpjes weer, hè. Ik zag nou, ik kreeg een week overzicht, maar vier keer gedeeld, hè. Gaan we niet doen, hè. Was wel één abonnee af. Ik ga het nou anders doen. Vanmorgen was er ook een vriend hier. En er was er één vanaf gegaan, een abo, was 153. Ik zeg, voor me doen. Ik zeg, abonneer. Ik ga nou mensen, bekende vrienden, zo ga ik gewoon vragen om te abonneren. Kunnen ze me niet manipuleren, want dan weet ik wie het zijn, mijn abonnees. Snapte? Zo gaan we het doen. Ik heb dat filmpje van de balkon, heb ik in ieder geval de hele balkon leeggemaakt. Moet morgen nog schoonmaken. Dan ga ik met Robbie drie van die zakken potgrond halen. We hebben nog twee potten hier, grote staan van dingen. Van die kapotte planten die er zitten. Dus die staan, zet ik al vast op het balkon. Ik heb voor aardappelen straks gekregen. En welke aardappelen bestel je dan gewoon? De beste. De maagd. Robbie gaat ze bevruchten? Nee, geintje. Nee, maar ja, serieus. Hij kost maar 3 euro, wat zaadjes, 25 zaadjes. Maar wel 7 euro verzendkosten erbij. Nog 10 euro. En dan zag ik 4.500 groenten en dingen, zaadjes. We hebben iets van 15 euro kwijt, geloof ik. Dus we gaan hier de hele balkon. Ja, met een balkon van 11,5 meter. Met die laatste uitloop, is 2 bij 3 meter. Heel breed. Ja, we zullen wel moeten, want ik blijf het zeggen. Binnen nou en 2 maanden pregeteren. Omdat Elon Musk ook nog laatst zei vorige week, zo 1,5 week geleden. Dan zou zoiets gebeuren als 9-11. Trump zegt de dag daarna, it's all over. Nou, hebben we meteen gedeeld op Facebook. Ik zeg, we zullen eerst zien, dan geloven. En dan zag je allemaal, die wat nog steeds in Trump geloven. Ik heb het ook gedaan, maar ja, dat kwam toen door de val van de kabal. Want Janet Osterhuisbaard, ja, of die echt dood is, Joost. Maar weet, ja, Joost weet het ook niet, want die flipt ook dat ze dood is, Joost. Maar Joost staat dus wel achter. Maar die anderen allemaal niet. Allemaal die alternatieve media en zo. Ze hebben allemaal opleiding. Jensen ook weer. Die zei dus in zijn
een filmpje van Ergijzer. Zei die weer, ja, Ergijzer geloof ik, weet het ook niet, want die maakt af en toe filmpjes. In ieder geval zei die dat zijn land om ons heen wel verplicht is, die jab, hè. Maar dat konden ze op school bij kinderen niet doen, want er was een leerplicht. Maar dat is natuurlijk complete bullshit, want er is dan wel een leerplicht, maar er is geen schoolplicht. Ik heb toen toevallig op Facebook net een vrouw vroeg dat. Want haar zoontje die had een mineralenrapport gekregen en dan stond er dat zijn bloed was verziekt met mineralen, met aluminium en met metalen en zo. Door die jab, zei die vrouw dan. Ik weet niet of het waar is, hè. Want volgens mij is die jab wel gezond. Kun je die wel vertrouwen, die jab? Echt wel, kun je echt vertrouwen. Ja, zo moeten we het doen, mensen. Maar ja. Dat is even snel hoe het is. Ik ga even een uurtje plannen. Ik heb wel vandaag geslapen, gelukkig wel. Ik slaap niet elke dag, om de 48 uur, zeg maar. Ja, het hoeft niet, het is allemaal geïndoctrineerd slapen. Je hoeft niet elke nacht te slapen, het is bullshit. Oh ja, ik heb nog wel leuke dingen, maar ja, kijk maar op mijn Telegram kanaal. En als mensen nog ouders van kinderen of zo die nog hulp kunnen gebruiken met verband met dat een kind misbruik is, want het heeft wel een afschrikkende werking. Nou, bij die huistuin en keukenpedo's, want het is wel rustig de laatste 2 jaar. De laatste die ik heb gewerkt was een vrouw uit Almere, wat het zoontje van was misbruikt, autistisch zoontje ook nog. Ik heb ook niks meer van gehoord van die vrouw. Die help je dan met dingen. Ik hoor er niks meer van. Linda. Maar goed, ik ga stoppen. Als jullie iets met betrekking tot pedofielen hebben of zo, er is nog een kanaal van ons. Pedohunters 024 op Telegram. Dat is ook een kanaal van ons. En dan kun je contacten met ons en sta mee bij. Jullie is wel bekend. En Juri doet het goed, maar hij heeft nou wel. Ik geloof wel 18 roodjes bij elkaar en nog geen 10 uur. Want ze hebben hem nou wel, omdat ze mijn bedankzaam op hadden gelegd van 50.000 euro. En die mag niks meer over de belastingdienst zeggen. Heeft hij toch gedaan, is hij nou wel aan die 50 gooien. Dus, maar ja, de leden zijn allemaal het stort. Ik heb hem straks, hij heeft me een spraakbericht gestuurd. Want ik had hem ook een spraakbericht gestuurd en wat ik op Facebook gezet. Maar allemaal die trollen. Oh ja, en ik moet dadelijk nog even die adressen en die namen van die Barry en die Trudy en die Peter en zo. Moet ik nog even online gooien op Facebook en zo. Want ik zag dat ze geen filmpjes meer, Flora had het erover, ja, kijk dan nooit. Maar dan was ik onder het bellen, was ik even met dat toestel, was ik even kijken. Dan wou ze net hangen, want ze wou als series kijken of zoiets. Als ze nou even weg, ik ben even kijken, want ze vroeg zich dat af, had ze niet in gekeken. En dan keek ik, maar dan stond dan bij dat Fidere V-kanaal, dat stond 2 weken geleden de laatste keer dat ze wat gedaan. Maar toen zei zij, ze keek altijd op die site van www.fidere en zo. Heb ik daar toen net eens opgekeken en dan zag ik dat ze wel nog Juri zijn in het best en zo. Ik heb het beloofd dat de vliegtuig aan jullie betalen. En de schuld naar mij, 20.000 euro staat het bedrag op. Vergeet dat niet. In onze wereld betaal je elke cent. Ja, laat maar. Jullie weten wel. Doei.